Mijn familie, heel Suriname, heel Nederland, alle hele diaspora. Jullie zijn mijn familie, onze familie. Isabito, met Barasayu, Barasayu Kompe, Lukobongi Loli, want Loli is Gishma Mankeri. A Loli van Barasa, ik praat nu nog gevaarlijk. En zegen uw kinderen, beste vrienden. Timestamp, het is vandaag 31 augustus. 2022. Badam! Eerder nog. Laat me ten eerste bedanken de mensen die ons op dit ogenblik gesponsord hebben de afgelopen weken. Is dat gebeurd? Fantastisch, geweldig. We hopen dat er honderden mensen bij komen. Want weet je, kijk nou, als 10 mensen 5 gulden zetten, dan is het leuk. Maar als er 100 mensen 5 gulden zetten, dan kunnen we ineens echt een aantal dingen doen. Wat we nodig hebben? Boy. Minstens 1 goede camera waarmee we interviews kunnen maken. En daarnaast ook nog één personeel hier die uit kan rukken om foto's te maken en dergelijke voor ons te doen. Dat hebben we niet, maar toch maken we geweldige video's, hè? Isabatori, Isabatori. Mijn actie, ik heb op YouTube, maar ik zeg het nog een keer voor het geval ik het al gezegd heb en u hebt het gehoord. Zegen uw kinderen. Er is iemand die tegen me gezegd heeft, om Paul in de afgelopen uitzending bij dat ding van die gele kakafoeroe, heb je een beetje taalgebruik die niet bij je past. Ik vind dat niet leuk. Ik zeg aan u, luister nou, sorry. En je krijgt van mij een brassa. Maar luister goed hoor, luister goed. Ondanks dat ik sorry zeg. En ik geef je die brassa, luister goed. Ons kanaal is niet voor kinderen. Het staat ook letterlijk geschreven in het contract met YouTube. Wij maken een volwassen kanaal voor volwassenen. Dus de content die we aanleveren, die mag alle kanten uitgaan. Alleen wij beheersen het. Dus nu span je diffie rustig hier. Alleen moet je tegen die mensen als die gele kakker zeggen dat ze Oom Paul niet boos moeten maken. Want als ze maar boos maken, dan gaan ze maar echt hoog horen. Want wat is er nog gebeurd? Wij hebben de dingen gezegd die anderen niet zeggen. Dat is het. We hebben de dingen gezegd die anderen niet zeggen. Hè? We hebben de dingen gezegd die man verzwijgt. En we hebben de dingen gezegd die hij moet verzwijgen, anders komt hij zelf in de problemen. Die man is ongeloofwaardig, maar we gaan het niet over hem hebben. Liba kaka, kaka geel, want de president is ook iets baks. Alle kaka is baks, op dat even nog opnieuw. Beste vrienden, hierin ook. Jere. Ons land is in problemen, maar dat is elke dag. Niet op alle programma's om u te zeggen, ons land is in problemen. Want dat is dat ding, dat zijn gigantische problemen. En eigenlijk is een probleem een uitdaging. Maar die uitdaging van ons zijn zelf problemen. Ja, een probleem beschouwen als een uitdaging. Maar de uitdaging is zelf een probleem. Dus krijg je het probleem op het probleem op het probleem. En daardoor wordt niks opgelost. Onze regering is in staat met de lieve mensen van ons. Die zijn in staat en bereid. En doen het ook. Om een probleem op te lossen met een probleem. En dat is jouw probleem toch? Want dan is er geen uitdaging meer. Er zijn nog een extra probleem. Maar hoe ga je een probleem oplossen met een probleem? Denkator. Denkatori. Hoe ga je een probleem oplossen met een probleem? Jufaya. Tuurlijk, Jufaya. Hier en ons heeft ze. De man niet alleen dat de man oplossen een probleem op een probleem. De man oplossen een probleem op precies naar de semsma. Zijn mega probleem. In een situatie. Zijn creëren een probleem. Je begrijpt. Dus we draaien in een soort. Een officieuze cirkel, die is nou een kurkentrekker die naar beneden gaat. Ah, trouwens, kurkentrekker gaat altijd naar beneden. Zo heb ik niet dat glolos aan in de mantel die ze vroeg vroeg. En ons man heeft barmi. Oké, luister nou. Het nieuwe probleem, dat zagen we aankomen als een grote rode bom aan de horizon. En bij koud tapu, maar nu is het een probleem door 100%. Hier en nou. Ronnie Brunswijk, mijn makkaraman is zo man. Mijn tak excellentie, ex-excellentie, doorluchtige hoogheid. Heeft gezegd in het binnenland, in een paar dorpen. En wat dacht jij nou? Wanika en Paramaribo gaat niet voor ons bepalen. Voor het binnenland bepalen.
hoe wij moeten kiezen, oh, wat we moeten doen, enzovoort, enzovoort. Ik ga het niet voor u in extenso herhalen. Het komt erop neer wat hij gezegd heeft. Dat was gericht aan het constitutionele hof, of nog beter, aan het besluit van het constitutionele hof, die op 5 augustus gezegd heeft dat die kieswet van ons onverbindend wordt verklaard. Dat wil zeggen, jij kan geen verkiezing houden als deze kieswet op de punten die zijn aangegeven door het constitutionele hof niet verandert. En globaal zeg ik u dit, wat het constitutionele hof gezegd heeft, is eigenlijk dat onze kiesregeling en daarmee de afvaardiging van DNA-kandidaten niet democratisch is. En dat hebben ze getoetst aan de grondwet en ze hebben het getoetst aan een aantal internationale verdragen. En ze hebben die kiesregeling onverbindend verklaard. Dat is een schande voor die regering, voor elke regering die deze verklaring onder ogen krijgt. Het betekent dat wij subiet aan de slag moeten om een nieuwe kiesregeling te maken die voldoet aan de democratische eisen. Binnen de grondwet. Neergelegd. En binnen internationale regels en artikelen vastgelegd, beste vrienden. Dus we kunnen geen kant op. Consequentie. Doe je dat niet, dan betekent het dat je geen respect hebt voor de grondwet, want het constitutionele hof zit ingebed in de grondwet. Is dat niet ook? En je kan daar niet omheen. You have to. Je kan daar niet omheen. Dus wanneer nu onze doorluchtige hoogheid zegt in het binnenland dat Wanika, daarmee bedoelt de VHP, en Paramaribo, dat bedoelt hij al die grote partijen mee en alle kleine partijen, de hele djoekoe, dat deze twee niet voor hem het binnenland kunnen gaan bepalen wat en hoe. Dan betekent het eigenlijk dat de man bezig is een regeringscrisis, eigenlijk een constitutionele crisis te creëren. Beste vrienden, mijn grote vriendin noemt het oorlog. Want hoe gaat een deel van Suriname zeggen? Ik hou me niet aan de grondwet. En het andere deel van Suriname, wij houden ons wel aan de grondwet. Want de grondwet is de belangrijkste wet van Suriname, de belangrijkste wet van het land. En daar moet elke Surinamer, elke burger, wie je ook bent, moet zich daar bij neerleggen. En je moet die grondwet verdedigen, want die grondwet is eigenlijk onze roadmap. Weet je wel, dus wanneer die roodmaak kronkron is, zoals ik altijd aan u, tegen u schreeuw, dat a grondwet no boom, a krikamikkig, alle pressie, ei, kiesprobleem, ei, krong, a links, ei, aan de waard. Er zijn niet alle artikelen in die grondwet zijn rommel, maar er zijn een aantal die gewoon rommel zijn. En die, eigenlijk is het grappige, is dat die grondwet juist maakt dat iemand ineens kan zeggen van ja, en jullie gaan niet voor mij bepalen. Het is niet jullie, het is de grondwet die bepaalt bij monden van het constitutionele hof, die gevraagd is om te kijken naar die grondwet en puur op basis daarvan heeft beslist. We hebben in Suriname een soort stelsel bij de districten, hè? En het is eigenlijk, ik noem het zelf, noem ik het de onevenredig stelsel bij de districten. En dat noem ik zo, met alle vrijheid van mijn leek zijn. Ik noem het zo, omdat de afvaardigingen vanuit alle districten niet klopt. In deze zin klopt het niet. Dat Paramaribo Nangawanika, heb je 67,1%. Aan kiezers, 67, 1%.
67,1%, die zijn ondervertegenwoordigd in een DNA. Wat wil dat zeggen, is dat die een minderheid van Suriname regeert over een meerderheid. Want die 67,1%, zo, die 67 is eigenlijk bijna 2/3. Ja, 2/3 van DNA. Dus dit zou omgekeerd moeten zijn. Archibaren, want dat is dan nog moeilijk. Het zou omgekeerd moeten zijn. Die 67 zouden in het DNA vertegenwoordigd moeten worden. Net als die rest 30 something. Dat wil zeggen, Paramaribo en Wanica, samen 67% hebben ook het grootste aandeel in het aanvoeren van DNA-leden. En nu is dat niet zo. Daarom wordt er gezegd, een minderheid regeert over een meerderheid. Dat is op dit ogenblik zo. En dat komt omdat in dit kiesstel uw stem, mijn stem, minder waard zijn ten opzichte van het binnenland en andere kleine plaatsen. Ik noem ook maar Coroni. Dat hebben we al 1000 keren gedaan. Hè? En die beslissing van het Constitutionele Hof is natuurlijk gevallen om de zaak te nivelleren, om het enigszins gelijk te trekken, want we gaan kijken naar de vertegenwoordigers van de verschillende districten. Hoe is dat in geregeld? Hoe moeten we zorgen dat we evenwichtig vertegenwoordiging hebben van heel Suriname? Wat ons betreft is dat one man, one vote, one value. Maar sommige mensen zeggen, we zijn niet rijp daarvoor. Ja, maar goed, libertarie dat is. En nu zegt ineens hoe heet die meneer? Zijn het doorluchtige hooguit excellentie VVP in het binnenland? Dat Wanica en Paramaribo, die gaan niet voor ons bepalen wat er gebeurt in het binnenland. Kijk, dit is het probleem, beste vrienden, met Thijs. Omdat jij het binnenland ziet als een soort buitenland. Maar het binnenland van Suriname is geen buitenland. Het binnenland hoort, weet je wel, tussen die grenzen, Tumukumak, Atlantische Oceaan, Maruina, Corantina. Daar hoort het binnenland bij. En dat betekent dat jij niet een grotere vertegenwoordiging kan hebben in het huis van de democratie. Kan niet. Dus als jij dat niet ziet, dan begin je stellen te maken. En Matteo Masani, want dat is levensgevaarlijk. Op het moment dat je zegt, zij gaan niet voor mij bepalen, voor ons bepalen. Dan stel je je al op als een dictator. Want alleen een dictator, die legt zich niet neer bij de wil van het volk. Bij de wetten die voorgeschreven worden door de grondwet. En als je dat wel doet, dan hebben we dus wel een constitutioneel probleem, een staatsrechtelijk probleem. Wat wil je doen met Barry, excellentie? Wat je aan het zeggen bent en wat je aan het doen bent. Ik begrijp het wel, die olie steekt naar je hoofd. Die olie steekt naar je hoofd, maar kan niet. Het is onkan. Jere, het is onkan. Hoe de en on democratie. Dus je hebt je veel spikkie aan democratie. Weet je wel, ook al ben je broertje van God of zusje van God, a grondwet voor ONU. Nee, deel naar broertje en zusje van God. Deel naar burgers die gelijk zijn zonder ingebouwde voorrang. En Chandrika Prasad heeft deze keer in plaats van een commissie een groep benoemd die gaat bestuderen wat het Constitutionele Hof eigenlijk heeft beslist. Dus normaal aan mij doen aan een commissie. En een commissie dat bij geboorte uit dit. Maar nu hadden we met een studiegroep. Dus we begrijpen dat onder leiding van meester Hans Limapo, een studiegroep, tja resultaten. Over de mensen die in die studiegroep zitten, daar zeg ik niks over. Maar dat is olieba van net zo, like een paar maanden. Maar hou in de gaten. Houd het in de gaten. Als gebeurt wat er moet gebeuren, beste vrienden,
Weet u wat ik graag zou zien? Maar kom, dadelijk ga ik erop nemen. Ik kom straks bij u, dan moet ik u hoe mijn studiegroep eruit zou zien. Maar Maribo, tot later.